Hallo mensen, tof jullie kijken naar weer een nieuwe video. Het is vandaag weer Trove, het is weer woensdag. Ik ben aangemeerd, zeg maar ingemeerd. Ho, rustig jij. Naar aanleiding van vorige aflevering dat schijnbaar dus een glitch was, wil ik opnieuw proberen de boss te verslaan. En dat wil ik in principe gewoon doen zoals het zou horen. Alleen ik moet even kijken waar de ingang is, want ik heb gezien dat hier dus een ding is dat ik die kant op moet. Oh, ik ben er nog niet. Oh. Kijk, gaan we even vliegen. Het is... Ik moet er nu zijn. Oké. Even kijken. Hier moet de ingang zijn. Kijk jongens. Dat was een stukje lopen. Ga niet moeilijk doen. Kijk. Oké. Die guy is hier. Ik wil revenge. Zo. Ik wil revenge nu. Dit werkt beter. Oké. We gaan jou eens even slopen. Want zo simpel is het. Bam. Nog meer mensen die willen vechten. Oké, jij wil vechten. Oké, dat is prima. Dat is prima. Kom. Oké, ik sloop jou wel even. Dat is geen probleem. Oké, alleen jij nog. Dat kan ik ook wel aan. Mag ik jou ook hitten? Waarom hit ik hem niet? Is hij ook weer zo'n glitch? Nee, oké, ik hit hem ook. Oké, dan is het goed. Zo, dit is niks bijzonders. Kijk dan. Ik sloop hem gewoon nu. Niks bijzonders. Oké. Ja. Dankjewel. Oké. Ik heb in ieder geval mijn revenge. Dat ging sneller dan gedacht. Ik dacht dat ik loop in principe dus gewoon meteen naartoe. Dat was niet... Het was sneller dan gedacht, ja. Oké. Nou, prima. Ik sta hier in ieder geval even safe. Laten we kijken wat hebben we gekregen. Dit hebben we gekregen of hadden we dit al? Ik weet het niet meer. Laten we eens kijken. Het is niet heel veel bijzonders. Ik heb nog heel veel in mijn inventory. Interessant verhaal. Even kijken. Wat hebben we nog meer? Wat kunnen we nog meer doen? Ik stel voor daar naartoe. Zo, gaan we lekker vliegen. Ik ben hier nog niet geweest. Ik zie hier ook al wat zitten. Ik weet alleen niet wat het is. Maar ik wil nog even kijken wat hier allemaal kan. Wat hier allemaal te doen is. Is hier nog iets kleins of iets groots? Dan versla ik dat nog even. Dan vind ik dat mooi. Dan heb ik in ieder geval mooi mijn revenge. Want ik het niet cool vond dat ik... Al mijn Magic Find was ik dus gewoon kwijt. Dus nog steeds. Ben ik dus gewoon nog kwijt. Omdat er dus een glitch was. Dat vind ik echt niet tof gewoon. En is hier serieus niks? Kom op jongens. Is dit wat? Nee. Is dat paas? Oeh, ik zie hier iets. Is dit allemaal dan? Ziet er leuk uit. Maar dit is dus een baas. Dan laten we hier naar boven gaan. Oh, dat is wel niet helemaal zoals het had moeten. Maar, oh, ik word er afgeslagen. Oké, best. Waar zit de ingang, jongens? Waar zit de ingang? Gaan we deze guy nog even rekken? En dan vind ik het goed voor vandaag. Oh, hier zit de ingang. Oké. Met de trap erboven. Waarom ook niet? Oké, de trap op. En de trap op. Wat een verschrikkelijke trap. Wie heeft dit bedacht? Oké, hier naartoe graag. En dan zitten we hier. Oh, dit is leuk. Dit is leuk. Ja, dit is leuk. Oké, we moeten gewoon een aantal rondes doen. Dat is op zich wel geinig. Kijk, dan komen er gewoon weer nieuwe guys. Die ik op deze manier heel makkelijk kan slopen. Super geinig vind ik dat altijd. Kijk, die damage dan die ik doe. Hoppa. Oh, jij wil ook ruzie? Dat mag. Kijk, oh, die guys zijn helemaal niet zo sterk volgens mij. Oh, is dit alles jongens? Kijk, nog een trofee. Oh, die staat hier. Oké. ik had toch wel gehoopt dat dat moeilijker was geweest. Maar oké, ik ben er blij mee. Ik vind het goed. In ieder geval, wat krijgen wij? Daar ben ik meer benieuwd naar dan het hele gevecht. Dat vind ik in principe helemaal bullshit. Nou, mijn jump gaat omlaag. En ik vind dat die jump juist heel erg handig. Als jullie van mij weten... Hé, wat zag ik hier nou plus 5 jump staan? Ah. Wat? Oh, het neemt wel een beetje health af. Moeten we maar eens even naar kijken. In ieder geval, ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Doe alvast even een blauw duimpje. Maar vergeet niet te abonneren en te reageren hier beneden op mijn kanaal in de beschrijving. En abonneer is die goede hart, jongens. Ik hoop echt dat wij dat we nog lekker veel abonnees kunnen halen dit jaar. En geloof mij, jullie kunnen zeggen wat jullie willen. Maar volgend jaar, en dat weten jullie misschien nog niet. Maar ik kan jullie alvast vertellen. Volgend jaar wordt super cool. Ik heb hele leuke dingen voor jullie in petto. Jullie hebben er nog niks van gezien. Dat is namelijk onmogelijk. Dus er hoeft geen speculatie over. Niemand van jullie heeft het gezien. En niemand van jullie kan weten wat het is. In ieder geval, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik hoop dat jullie alvast een blauw duimpje mogen willen doen. Reageren, abonneren in de reacties, in de beschrijving. Mag allemaal. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. En later dag, doei en doei.